Het is alweer 3 maanden geleden, hè, dat je Olympisch kampioen werd. Is er veel veranderd in die tijd? Nee, ik denk niet dat er heel veel veranderd is. Ja, het seizoen is gewoon weer opnieuw begonnen. We zijn weer, net als andere jaren, gewoon keihard aan het trainen. Het enige wat misschien veranderd is, is natuurlijk denk je wel eens gewoon terug en zie de medailles en dan ben je natuurlijk heel trots. Maar het meeste veranderd is misschien dat het toch, ik voel me gewoon wat vrijer, toch een beetje bevrijd van druk. Afgelopen jaren stonden heel erg in het teken van die spelen en ook wel een beetje als van ik moet bijna daar presteren of ik wil daar gewoon heel graag presteren. En dit jaar ben ik toch een beetje bevrijd van die druk en probeer ik ook gewoon net iets meer te genieten en dat gaat gewoon hartstikke lekker denk ik. Maar word je anders benaderd? Word je nog vaker herkend? Word je er vaak op aangesproken? Nee, dat valt wel mee hoor. Heel af en toe dan zijn er mensen die me aanspreken of die dan herkennen of op de foto willen of een handtekening. En dat is gewoon superleuk en dat doe ik natuurlijk heel graag. Er is veel veranderd, hè? In de ploeg ook, als je kijkt naar de samenstelling. Is dat heel erg wennen? Nee, want de sprintploeg die staat precies zoals hij vorig jaar ook stond. En dat is voor mij ook heel belangrijk, want ik heb mijn prestaties natuurlijk mede te danken aan een super sprintploeg. En natuurlijk de rest van de ploeg ook, maar daar heb ik gewoon iets minder mee te maken gehad dan de sprinters. En die zijn gewoon echt hetzelfde, dus, en daar trainen we vooral mee. Dus daar is weinig verandering in. En natuurlijk zijn er nieuwe gezichten, maar dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, er zijn wat tenoren vertrokken. Grote namen als Patrick Roest en natuurlijk Sven Kramer. Verandert dat wat in de hiërarchie in de groep, ook voor jou? Want jij bent nu misschien wel een van de belangrijkere, misschien wel de belangrijkste man in de ploeg. Zo zou je dat misschien kunnen zeggen. Maar Sven, dit was gewoon wel echt een leider in de ploeg. En had soms ook wel een grote mond. Hè? Die stond altijd zijn mannetje. En dat was ook wel leuk en uitdagend soms. En ik ben er gewoon iets anders in. Dus niet omdat hij nu weg is dat ik dat opeens ga doen of wil doen. Ik wil gewoon liever gewoon het doen zoals ik altijd ben. En niet een ander persoon worden of zo. Hoe zijn de trainingen momenteel? Het is veel fietsen, veel skileren denk ik hè? Ja, absoluut. Heel veel fietsen inderdaad. En op een hele mooie fiets hè? Een gouden fiets. Ja, absoluut. Ja, dat was een hele grote verrassing. Er was onderhoud gepland van de ploeg voor die fiets. En het was opeens, we hebben verrassing voor je. Nou, toen hadden ze opeens een gouden voorvork in plaats van een gele voorvork gemonteerd. Dus het was natuurlijk super gaaf en een fantastische waardering voor dat Olympisch goud. En ik kan niet ontkennen dat ik het echt heel erg gaaf vind. Ja. Nou, heel veel mensen hebben mij gevraagd, dan heb je niet een post-Olympic dip of zo, weet je wel. Of moet het eigenlijk nog wel allemaal van je. Maar eigenlijk heb ik er totaal geen last van gehad. Want ook direct na de Spelen heb ik mijn vizier gericht op het WK Sprint destijds. Wat ik met een klein gelukje ook wist te winnen, moet ik eerlijk in zijn. Maar ook dit jaar heb ik eigenlijk heel snel het vizier weer gericht op dit jaar. Ik wil heel graag natuurlijk voor het WK afstanden gaan. En het WK 1000 meter is nog een hele belangrijke prijs die ontbreekt op mijn palmares. Dus ik vind dat een heel mooi doel.